Maar Pito, waar zitten je gedachten? Thuis! Daar is je vader al. Of je direct wilt komen, het is zover. Mensen, het is nog niet wat het wezen moet. Jan, jij moet beter je rusten tellen. Jij was goed, Gerrit. Heel goed zelfs. En Van Iersel was perfect. Had ik ook niet anders verwacht. Maar voor het overige, hier helpt maar één ding, heren. Vooral thuis repeteren. En vooral jij, Frans. Ja, meneer. De hele buurt leeft op. De hele buurt leeft op als Frans weg moet om tikmachines te verkopen. Zijn woonplaats is niet erg indrukwekkend op het eerste gezicht. Er zijn heel wat straten zoals deze. Je waant je nu eens in een dorp, maar dan plots in een grote stad. Mooi zijn ook de toegangswegen. Daar wonen fabrikanten stammend uit families die zich al eeuwenlang bezighouden met de wollen stoffenfabrikage. Hier ligt het winkelcentrum van een streek waarin 250.000 mensen wonen. Warenhuizen en honderden speciaalzaken rijen zich aaneen. Het hart van Tilburg heet Heuvel. Met 1, 2 standbeelden, een kerk, een bijna 1000-jarige lindeboom en 19 cafés met vergunning. Nou, daar kunnen we het wel mee doen. En met de drukte ook. Het is een internationaal gedoe hier in het hart der Benelux. De middenstand vaart wel bij al de kijkers die vaak kopers worden. Van Iersel van het gemeentelijk bureau voor statistiek berekent dat het op de Heuvel even druk is als op het Amsterdamse Damrak. Zo, dat zit er alweer op. Maar eenmaal goed en wel op zijn kantoor, krijgt hij weer ander werk voorgeschoteld. Hij houdt zich bezig met het onderwijs. Hij krijgt te maken met de industrie. En soms met de ontspanning van een wel heel snel groeiende bevolking. Thank you.
Johannes, Petrus, Franciscus. Johannes, Petrus, Franciscus. Christen, mannelijk ingezetene van Tilburg. Wat zal er van je worden? Je vader droomt al van je toekomst. Voor je moeder ben je de hele wereld, het heelal. En voor Van Iersel een stipje op de muur. Slaap gerust. De ambtenaren van de gemeente werken nu al aan je toekomst. Zij plannen waar jij over 7 jaar school zult kunnen gaan. Het industrieterrein waar jij over 16 jaar werk kunt vinden. En de woonwijk waar jij eenmaal huizen zult. Over 25 jaar, wanneer de stad 200.000 zielen telt. Je bent een naam in het bevolkingsarchief, Johannes. Maar wij beseffen dat achter deze dode kaart een mensje leeft dat niet kan wonen in een kaartenhuisje. Wij bouwen. Slaap gerust, Johannes. Wij bouwen aan je toekomst. Wij willen het hoog van de toren blazen. Dat de ooievaar er goed aan heeft gedaan, Johannes, om je boven deze plaats te droppen. Hij dropt jaarlijks 3000 mensjes zoals jij. De vroede vaderen die in dit gebouw vergaderen, bespreken vaak de gevolgen van die snelle aanwas. Want regeren is vooruitzien, in de toekomst kijken. In de toekomst van Johannes en van vele duizenden. Hier klopt het hart van de gemeenschap. Hier wordt gewerkt aan een gezonde toekomst. Een verpleegsterschool daar is. Wij zijn trots op dit moderne instituut voor radiotherapie. Hier wordt het o zo kostbaar radium bewaard, achter meters dikke muren. De radioactieve stof die doden kan, staat hier in dienst van het leven. De ziektehaard wordt er bestraald met kobalt. Onder een spanning van 3 miljoen volt. Van spanning naar ontspanning. We streven over alle linies naar een toekomst waar muziek in zit. Natuurlijk zijn we niet volmaakt. Er is wel eens een wanklank. Want samenspelen is een kunst die je door oefening moet leren. Zoals je ook een vak door oefenen kunt leren. Eerst langzaamaan, dan breekt het draadje niet. Voorzichtig, Gerrit, want het leven hangt in jouw geboortestad zo'n beetje aan een wollen draadje. Dat is al eeuwen het geval. Maar het romantische spinnenwiel is al lang verdrongen door moderne machines. Die eenvoudig worden bediend. Tilburg heeft meer dan 80 textielbedrijven.
En op een of andere manier verdienen 13.000 mensen een goed belegde boterham in de wollen stoffenindustrie. Stoffen, stoffen. Meer dan 20.000 kilometer stoffen in het jaar. Uitgerold zou dat een afstand zijn verder dan van Tilburg naar Tokio. Wij staan voor ons werk in. Wij tekenen ervoor. Wij sjouwen met de stof. Waar anderen mee showen. Tilburg bezorgt de jeugd een goede opleiding in een lagere en hogere textielschool. Wij laten niets aan het toeval over en testen er de stoffen op slijtage. En op rekbaarheid. Al hebben we de feeling voor de stof nu al even in de vingers, we geven slechts bewezen kennis door aan het jongere geslacht. Een kennis die altijd weer kan steunen op een levende traditie. Goeie stof, goeie spul. Schoolspul. Wat is dat nou? Schoon spul. Maar de schoonste stof ligt voor Kees en Bart toch in het Tilburg van vroeger. Ja, wint het nog te herinneren van vroeger? Het leeft. Het leeft nog altijd voort, dat Tilburg van vroeger. In het drie eeuwen oude gilde. Dat er jaarlijks op uittrekt met een teerdag. Proost. Gezondheid. Santjes. Santé.
gezelligheid kent geen tijd. Geen tijd. Het is opvallend hoeveel gouden lozies er in Tilburg zijn uitgereikt voor 40, 50 jaar werken in hetzelfde bedrijf. Dezelfde bedrijf is het niet meer waar het vroeger was. Hoeveel mensen kent die nog bij de Revernaam? Kees, jouw directeur had vroeger 50 man in dienst en nu zijn het er 500. Moet hij al die mensen bij de voornaam noemen? Jan! Er zijn wel 20 Jannen. Hij heeft net zoveel waardering voor zijn medewerkers als zijn vader. Maar uit het op een andere manier. In prettige werkruimte. Tennisbanen. Fraaie sportzalen. Gezellige kantines. De bedrijven werden groter. De dorpse verhoudingen verdwenen. Nieuwe industrieën kwamen op. En nog altijd loopt het werk gesmeerd. Als geolied in een bad van